dat de diepe, de bodemloze wanhoop die ik ervoer na de dood van mijn kinderen heel veel had te maken met een gevoel van geen verbondenheid, nog met andere mensen, laat staan met het hogere. Mm. Dus het was een enorme ervaring van eenzaamheid. Ik alleen maak dit mee. Er is niemand op aarde zo ongelukkig dan ik. Ik ben de getroffen vrouw. En ik had zelfs de ervaring dat er op mijn voorhoofd een S stond van slecht. Dus ik dacht, ja, ik moet wel een heel slecht iemand zijn, omdat ik twee keer, niet één keer een kind verlies, maar dat ik twee keer een kind verlief. Dus ik voelde mij uitgesloten uit de gemeenschap, the family of men.